hier en dan nog een bummy-koord is voor. Wat? Bummy-koord. Dan maak je het hier achter vast aan je helm. Beelden, dus als iemand daar moeite mee heeft, dan moet je nu even zeggen. En dan is het maar. Wij moeten hier. Ja, wij halen gewoon die lijn. Die andere groep proberen in ieder geval die proberen iemand in vrijheid te krijgen. Er is een meisje van dochter van de generaal van Voert, die zit daar ergens in het gebied, dat is hun taak. Dus we halen ook met hen komt. Dus we moeten gewoon even zien hoe dat zich hier ontwikkelt. Als het te druk wordt, dan kunnen we daar niet zoveel mee. Maar anders moeten we DMU die kant op sturen. Dan proberen wij zelf deze lijn te halen. Dan moeten we maar zien hoe ze eruit komen. Zijn er vragen over? Nee. Oké. Nou, dat is het basisplan. De hostjes hebben, moeten wij mee terugtrekken? Nee, wij houden de lijn en zij trekken terug. Hebben we al een... Victor. Ja. Die mensen met high-caps. Probeer dit even kort te sluiten met Chris, want anders zijn we altijd de bok, joh. Ja, maar ik ga niet mijn hele fucking land uit lopen. Ik denk dat we van Charlie en Uncle nemen. Dat het team wat hier gaat zitten is Uncle. Ja, Uncle, Charlie, dog. Jij bent dog. Dog. We kunnen het ook op, ik ben Bear 1, Bear 2 en Bear 3. Bear 3? Ja. Bear 2. Die zal nu beter zijn met gebied van andere. Oké, jullie zijn Hawk, jij bent Hawk 1 en hoe je het verder doet met je club moet je zelf weten, weet je wel. Dus verkenners zijn Hawk. We zitten op 7. Maar we zijn nog hold the line, hè? We zijn hold the line, hè? Hold the line, ja. Oké, want van de rescue missie 17 handen. Eigenlijk wel. Als je Oh, dat was leuk. Ja, boom. Ja, boom. Alles zat ertussen. Ah, maar goed. Het is alleen maar steun. Oké. Mensen van de UNAF, zijn jullie klaar? Dan gaan we ons nu even verplaatsen. Oké, jongens, even voor de helderheid. Wij zijn groep Bear. Ik ben dus Bear 1. He, dat betekent dat ik de commandant ben. Dan hebben we nog een Bear 2 en een Bear 3. En wat ons doel is om zo meteen een lijn te verdedigen. Als we net voorbij de spawn zijn, komen we daar eigenlijk drie fortjes tegen. Dat wordt onze lijn. Die lopen we van de weg tot aan het eind van het veld. Mocht er nou een oproep komen voor Bear en u heeft een porto, u bent niet Bear 1, 2 of 3, dan bent u 4 of 5, verzin een list, maar antwoord dan wel. He, mochten wij uit de communicatie zijn, dan hebben we in ieder geval altijd een opvolgend plan. Niet als een malle gaan rennen, weet je wel, gewoon blijven waarnemen. Want voordat je het weet loop je Nio in de voetjes. Weten we wat de rules of engagement zijn? Korte samenvatting. Als jij mensen met een wapen ziet lopen, moet je niet helemaal hard gaan schrikken. Als ze zo lopen is er op zich niet zoveel aan de hand. Als ze zo lopen, ze bedreigen jou of je maatje, dan dient u gewoon aan te roepen. Als ze niet reageren, gewoon direct te schieten. Begrijpt u dat? Ja, kijk, patrouille start! Wapen op
we zien dat als een vijandelijke actie. Als u daar niet mee ophoudt, wordt het vuur geopend. U krijgt 10 seconden. Oké, UNAP, open vuur. Als u het doel niet kunt behouden, gewoon uw positie vasthouden, desnoods terugtrekken. We hebben ook nog op voor op eigen grondgebied. Heeft u dat begrijpen, Hok 1? Iemand van de hok? Ja, daar heb ik er 2 afgeschoten. Daar zitten er nog een stuk of 2. Ja, begrepen. Als iedereen, ik zie op beweging op links, op 11 uur van mij. Beweging daar. Jongens, doortrekken, breed maken. Oké, jongens, ook oogjes achter. Ik wil 3-4 man achter ons. En die kant op kijken. DMU is overgelopen. Zijn vijanden. Ja, begrepen. Over, we beschouwen Niel als, of DMU als vijanden. Daar 1 is gewond aan zijn arm. En 1 is gewond aan zijn arm. Ben je geraakt, Billy? Zo, oké. Ja, voor en achter contacten, mensen. Jullie taak wordt om dat in te nemen en onze taak wordt om het dorpje met die kleine huisjes in te nemen, want dat wordt dan onze nieuwe spawn. Als we dat kunnen bezet houden met 2 man, dat is belangrijk. De bedoeling is om dit 10 minuten vast te houden. Dus let goed op als je er bent, dat je vanaf dat moment 10 minuten gaat tellen en dan hoor ik van jou wanneer het zover is. Op het moment dat de 10 minuten voorbij zijn, dan poppen we smoke hier. En dan kunnen we Tanja kunnen we op de helikopter zetten, dat is de bedoeling. Ja, tot er eigenlijk op de kont. Kijk, we staan nu al 3. We staan eigenlijk van de kaart af. We lopen zo meteen
die kant op. En dan proberen we dit gebied veilig te stellen. Als het gebied is veilig gesteld, voor 10 minuten, dan kunnen we een helikopter rullen. Ja, klopt. Maar daar proberen we dus wat aan te doen. Jongens, als we daar zijn aangekomen, denk ook aan de 360 beveiliging, hè. Gaan we door, ze hebben geen vuurcontact nog. Gaan we door. Ja, dit is Bear 1. Ik heb op dit moment wat problemen. Net voorbij de steek hier, we hebben daar 12 uur van leeg. Kom maar. Barry is pinned down bij de safety. Oké, Tanja is er toe naar Leo. Gewoon achterhangen, dicht houden. We gaan voor de rest geen actie ondernemen om Tanja weer terug naar de zoom te brengen. Zero. Kijk uit, pijl. Probeer. Om die groter heen te trekken daar. Kijk of je zo kunt komen of dat je daar een pijl ziet. Maar probeer zeg maar naar de linkerkant. En probeer gewoon door te schoten. Wij houden hem bezig. Moet je kijken of je hem kunt hebben. Hij zit ongeveer hier op 12 uur voor mij. Kijk eigenlijk recht naar hem toe. Maar als ik om het hoekje ga kijken, dan krijg ik een paar van mijn club. Neem hem maar mee. Ja, start. Locatie is eerste net na spawnpoint. We zijn compleet teruggedrongen. Tanja is in de handen van Nio. We konden niet voorbij het chokepoint komen, mede ook doordat Nio door de safety heen schoot. Over. Nieuwe opdracht. Je mag zelf tijd nemen als je wilt voor te bereiden. Je mag net zoveel mensen afsplitsen als je wilt, maximum van 10. En die krijgen een gratis paradrop. Paradrop. Dus die neem je mee uit het spel, die kant op. Die mag je droppen waar jij wil. Okay. En dan stel ik voor. De stand houden, jongens. Als we het niet redden, trekken we gewoon rustig terug. Geef even contacten. Op je rechts! Vooraan, op je rechts! Trek maar terug. Eentje terug. Goed zo, positie nemen. Let op je rechts ook. Gewoon bij de oude respawn. Van door. We hebben een nieuwe respawn. Nieuwe respawn. Dat is zeg maar bij die huisjes, weet je wel. Maar hou in godsnaam die teringspoor vast. Allemaal! Ik denk dat het gewoon tijd voor een mooie rit is.